Op veel plaatsen in West-Europa is het onbewolkt weer. Zo ook bij ons vandaag. Net als de afgelopen dagen geen wolkje aan de lucht. En dat weer houden we tot en met morgen aan. Vanochtend temperaturen op veel plaatsen die al vrij snel oplopen. Op de koelste plaatsen was het vanmorgen een graad of acht. Maar de temperatuur weet alweer op te lopen naar 17 graden halverwege de ochtend. En vanmiddag dan wordt het op veel plaatsen alweer zomers warm, met 25 tot 27 graden. In het zuidoosten en in het oosten van Brabant, daar wordt het vanmiddag lokaal 28 graden. Daarbij een meest matige oostenwind, windkracht 4. En aan zee, kans op een zeewind later vanmiddag. Vanavond lang warm, op met temperaturen rond 22 graden. De wind neemt een kracht af, maar het blijft gewoon helder. Dat betekent dat het dan vannacht opnieuw gaat afkoelen naar een graad of 10. Morgen dan blijft het hetzelfde weerbeeld, opnieuw volop zonnig met een matige zuidoostenwind. Op veel plaatsen een graadje warmer dan vandaag met op de warmste plaatsen 28 of 29 graden. Woensdag zien we dan al meer bewolking. In de kustprovincies is het iets minder warm met 22 tot 24 graden, maar verder landinwaarts blijven de zomerse temperaturen. Donderdag en vrijdag neemt de kans op een bui toe, met name donderdag, maar daarbij temperaturen die toch fors lager uitvallen dan de afgelopen dagen. Ik ben Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.